ik ben Nelle. Ik ben bijna 20 jaar. Ja. Ik zit op de universiteit en ik kom al 8 jaar mee. Pluskamp is eigenlijk, ja, kamp, allemaal mensen. Je ziet elkaar 1 keer per jaar, zou ik zo'n beetje thuiskomen. Hè. Je babbelt hier over dingen waarover dat je in het dagelijks leven niet zo vaak over babbelt. Hier pakken ze dus overal de tijd om stil te staan bij bepaalde dingen. En bij het geloof. Hier zijn ze bootjes aan het vouwen. Hier wordt dan een beetje versierd. Hier worden ook momentjes apart gehouden voor mensen die daar nood aan hebben om even te babbelen en zo. Ja. Ik geloof niet echt zo in Jezus of dat er een God is in de lucht en die altijd op u let. Maar ik geloof wel dat er zo iets van een hogere entiteit is en je moet er gewoon een beetje voor openstaan. En de Bijbelteksten analyseer ik ook heel graag, omdat er wel echt dingen in staan die ervoor kunnen zorgen dat jij je leven op een andere manier gaat leven. En op een andere manier naar je leven gaat kijken en zo. Dus daarmee vind ik dat wel. Allee, dat is, heel veel mensen denken zo, oh, maar je studeert de Bijbel heel de dag. En dat is ook niet waar, helemaal niet natuurlijk. Ja. En je moet super christelijk zijn, bid je elke dag? Ja, nee, tuurlijk niet. Allee, dit is de centrale plaats. Jongeren die al verschillende jaren meegaan, ze kennen elkaar. En heel veel jongeren benoemen altijd zo Pluskamp, die Pluskamp-sfeer. Dat ze hier welkom zijn, dat ze hier mogen zijn wie dat ze zijn. En ik denk dat dat gegeven maakt dat ze ook echt diepere dingen van zichzelf durven delen. Mm-hmm. En dat het dan soms ook wel emotioneel kan zijn. Maar dat ze daar dan door gesteund worden, door hun leeftijdsgenoten. En dat dat juist een heel fijn gevoel kan geven, dat je daar hier over kunt spreken. Ik heb eigenlijk het geloof ontdekt op Pluskamp. Ik denk, als ik nooit op Pluskamp was geweest, dat ik niet gelovig was geweest en dat ik hier ook niet had gezeten als stafmedewerker van IED. Voor mij was Pluskamp ook echt altijd een thuishaven. En ik weet dat ik elk jaar altijd heel hard uitkeek naar die week kamp, omdat ik gewoon wist van hier moet ik zo niet zoeken wie gaan mijn vrienden zijn de komende week, of ik moet mij niet bewijzen. Ik kom terug omdat ik had hier heel veel vrienden gemaakt en ik miste ze heel hard.